Yo kijkers, mijn naam is Sander Rijkens en vandaag een nieuwe video. Wij gaan alweer op vakantie, na de Veluwe. Ja, in de herfstvakantie. En trouwens, we zouden om 10 uur, 10:30 vertrekken, maar nu is het al 10 uur, maar we zijn nog steeds niet klaar. We hebben hier al aardig wat spulletjes klaargezet. Nu hoor nou van die kraakkluiten, dat zijn mijn schoenen, steunzolen, wiet zelf. We hebben een bal meegenomen natuurlijk. En nog vele malen meer. Oké. Ik ben nou wat dingen aan het meesjouwen. Ja. Dus ik heb 2 dingen. Het zijn best wel. Ja, het zijn gewoon fietspompen en zo. Moet ik even in de auto leggen. En de auto die zit net zo vol als dat we naar Spanje gaan. Kijk. Ik ga maar neerlaten. Oh ja. Dus, ziet niet goed, maar ik heb mijn handen vol, dus oh ja, kijk. Zo. Dat is allemaal een tasje. Zo ja? Wat is hier? Dat is de tachtenstukje. En een balletje. Wij hebben een vliegende fiets. Oh nee, toch niet. Yo, wij zitten nou in de auto. We hebben een Chinese muur gebouwd. Nee, moest kijken hè. Waar is Ben? Oké. Okay. Kijk, zo zie ik Sven ongeveer. Mag ik even één vraagje stellen? Ja. Blauwe mapje, hè? Heb ik niet gezien. Oh, ik weet waar het ligt. Waar dan? Ligt in het kratje bij de spelletjes. En maar staat hier onderop? Ja, hij staat helemaal onderop. Staat hier helemaal onderop. Daar zit onze registratiebrief in. Ik zei nog, dat mapje moeten we even apart houden. Ja, ik heb er alles goed. Ik kijk wel of ik hem kan pakken. Ja, maar we doen daar wel. Dan doen we daar wel. Dubbel beslag! Ja, misschien dat het... Ik kan erbij. Als je even wacht. Maar Sven, stop. Doe dat straks maar. Als we daar zijn dan ja? Kan je je stoel plat klappen en dan kan je hem zo. Ja, maar ik kan hem nu ook gewoon letterlijk pakken. We hebben er nou niet zo, hij ligt alleen maar in de weg. Ja? Oh nee, maar, toch niet. Maar je denkt, dat doen we straks weer. Yo. Nou, we zitten nu in de auto en de fiets gaat daar van een klein beetje tekeer. Maar het valt best wel mee. En we moeten om te kijken. Een uur en 14 minuten rijden. Dus. Valt wel mee. Ja, we zijn er! Hier in Landal! Ja, je kan niet heel goed zien. Maar we zijn sowieso in de Veluwe en we staan op de parkeerplaats van Landal. Straks op de fiets, want we hebben hier 2 fiets achterop zoals jullie al zagen. Dan gaan we naar, moet ik achterop naar het huisje of zo. Dan kunnen we eens fiets huren en daar kan ik dan fietsen. Yes, eindelijk een goede fiets. Hopelijk. Wij zitten nu in het huisje en wij zitten op 136 en het is heel mooi qua bos, kijk maar. Misschien zag je het al een klein beetje, maar moest kijken. Wij liggen echt een van de we hebben een van de afgelegenste. Ik weet niet hoe je dat zegt, maar. En daar lopen allemaal vogeltjes. En wij gaan straks pinda's rijden of zo. En dan, kunnen we die buiten ophangen en kijken of er de vogeltjes afkomen. Pannenkoekjes. Ik weet niet of je het goed ziet. Ja, dan zie je een eekhoorn, kijk. Hallo mensen, het is nou dag 2, dus dinsdag. En wij, dus ik en Sven, die gaan zwemmen. Ja, in het zwembad. Het is niet zo'n uitgebreide zwembad, maar ja. Er is gewoon een kinderglijbaan en dat is het. Dus, ik zie jullie daar. Fire, no. We zijn
net lekker gaan zwemmen, zoals jullie gezien hebben. En nu gaan wij lopen, rondje van 6 kilometer. Lekker sportief. Wie begint dat? Nou zouden we deze met Wappermond aflopen. Maar dat is wel. Is maar ook gewoon over de groene pad kunnen lopen. En wij gaan dus wat metertjes maken of kilometertjes, dat je dat zo noemt, zeg maar. En dan moeten we ergens hier een ingang vinden of zo. En dan staan alle paden weergeven. We hebben de Spelderholtroute nodig. 4,6 kilometer, we hadden het verkeerd gedaan, denk ik. Dus misschien juist fijn. Nou, we hebben de tocht overleefd en nu gaan we weer terug naar huis. En er stond 4,6 kilometer, uiteindelijk was het hoeveel? 6,5 of zo, ja, toch? 6,5 kilometer. Ja, dus ja, iets meer. Heimpies. Het is nu dag 2 is nu voorbij. Wij gaan nu weer slapen. En dan zie ik jullie morgen. In dag 3, zeg maar. Doei! De volgende keer bij de vakantievlog.